Zondag 1 mei waren wij aanwezig bij schutterij Marcelines en Petrus uit Oud-Geleen. Zij begonnen het seizoen met het traditionele koningsschieten. Links, richten! Tevens werden de heer Jorissen en de heer Vroemen beëdigd als erelid van de schutterij. Begin van een shutterseizoen aan de gras gezet, vanaf de zon besteld. Gisteren wordt nog dramatisch, ik heb het nog steeds aan de wijzee. Ze was net al aangehaald, we zijn vanmorgen begonnen met een heel mooi en schoon shuttersmes. En daarna hebben we een bezoek aan het kerkhof gebracht om onze overleden leden, ereleden en dierbaren te herdenken. Sjeer. Wanneer ik alles zou moeten opnemen wat Snoe gedaan heeft voor onze vereniging en voor de shutterswereld in zijn geheel, dan weet ik zeker dat we de vogel vandaag nemen voor de donkere afgelegen. Ik ben op 9 juni 1964 best lid geworden van onze vereniging als geweerdrager. In deze 52 jaar heeft toen zo'n beetje alle functies gehad die ze maar kent indenken. Dan zou ik als tweede persoon de heer Frans Groene voorbereiden. Ondanks dat toen niet echt een verlegen en teruggetrokken jong is, en nooit best geweest, dan is toen voor de chatterie al jarenlang werk wat gewoon 90% van de buitenstanders nooit zien. Om al vaak weer op de wei aanwezig om samen met Frans Hoofd en een aantal leden te zorgen dat de bras enigszins beheersbaar wordt en zodat de nieuwsvinders weer gewoon op de wei posten. Namens de chatterie wil ik heel hartelijk bedanken. Ik was erbij in Midden-Limburg, zo toen dit jaar. Toen ik op Zaltrik terug was komen. Ik heb Joost Zedenwetter gebeurd en werd gemaakt van de chatterie als dit jaar. Wij een aantal verenigingen erbij, dus ik dacht, dat zal allemaal wel lukken. Het is net niet gelukt, maar zo zeggen. Dit weer bij de Limburgse cultuur, daar moeten we trots op zien en dan moeten we met elkaar proberen vast te houden. En dan kunt u ongetwijfeld goed heen gereden en de rest van de gemeente met culturele beleving. Maar ook dat we elkaar vasthouden in de vereniging, in de families, in de gemeenschap. Daar waar we onze kracht vandaan halen en waar we ook graag onze krachten aan geven. Zegen ons daarvoor, dat vragen we door Christus onze Heer. Amen. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Op het moment dat ze wilden gaan beginnen met het koningsschieten, bleek de buks kapot te zijn. Maar bij een goed georganiseerde schutterij als Marcelines en Petrus was dit probleem zo verholpen. Kunt u in het kort uitleggen wat het koningsschieten inhoudt? Het koningsschieten dat is traditioneel bij ons op de eerste zondag in mei. Dus altijd op de eerste zondag. Dan wordt er geschoten, vroeger was dat op een massieve houten vogel. En degene die het laatste stukje gedraafd schoot, dat wordt dan koning. Tegenwoordig, heel begrijpelijk met de milieueisen, mocht er niet meer zomaar met lood geschoten worden in de vrije natuur. Dus er hing nu een plaat met een vogel. Dan moet de cirkel omheen weggeschoten worden. En degene die de laatste shirt los voordat de vogel afkomt, die is koning voor het komende seizoen bij ons chatterie. Hoe lang doen jullie al koningsschieten? Ja, wie lang als ik... dat is moeilijk te beantwoorden. Chatterie is heropgericht en is bij ons op de sidekicks. En zo is koningen sinds 1937. Maar als ze dan gaan kijken naar de koningsplaten die op de rug van onze koning hangen, daar moest ik even niet helemaal vastpinnen, is de oudste koningsplaat 16
39 of zo. Dus dat gaat al een heel tijdje druk. Wat houdt het koningschap in? Het koningschap dat hield in dat ze dus een jaar lang, als een chatterie uittreedt, zijn er twee dingen die echt verplicht zijn. Anders mag ze niet de straat op. Dat is het vaandel en dat is het koningszilver. Als de koning best van een chatterie, dan best het dus het boegbeeld van een chatterie. Al dan niet met een koningin, dat is een vrijwillige keuze. De lups met het zilver, en dat is dus niet alleen op bonsfeesten, op chattersfeesten, maar natuurlijk ook een aantal lokale evenementen. Wie het opening van de braderie. Wie de opening van de braderie. Ik zie net dat Emis op de foto van onze koning zit. En dat wordt zijn eigen koningin. Bent u zelf ook al eens koning geweest? Ja, ik ben in 2008 ben ik lid geworden van de vereniging. En wie ik in 2009 voor de eerste keer het pak aan hij, zo dicht daar vogel onder toe. Dus dat wordt een hele verrassing. Wat was uw ervaring daarin? Mijn ervaring is, ik word relatief nu bij een chatterie, maar ik wist een klein beetje wie het werkte. Mijn echtgenote Tine, hij had er nog nooit van gehoord. En als er dan kiks als koningspaar wie ze op hein gedragen wordt door de rest van de chatterie, dan is dat gewoon een eer dat ze dat mogen doen. Groeit het ledenaantal bij de schutterij? Veer zien in de gelukkige omstandigheid dat Veer een van de weinige chatterieën zijn die gelukkig nog het jeuk aanwas kregen. Maar aan de andere kant hebben we ook al behoorlijk het leden die behoorlijk op leeftijd zijn. Dus we zijn ook naastig op zoek naar nieuwe leden. Achterin als geweerdrager, voorin biedt muziekkorps. Hoe was het om koning van schutterij Marcelinus en Peters te zijn? Nou, geweldig. Eén woord, gewoon geweldig. We hebben ervan genoten. Wat was uw mooiste ervaring? De mooiste ervaring? Nou, die op zijn heet, dat is het hele seizoen. Dat is gewoon, ja, wie ze gedragen wil door de club en. Dat is gewoon een geweldige vereniging. Even een beetje reclame. Dat is gewoon een geweldige vereniging. En ja, dat is gewoon super om dit te doen. Wat vond u ervan toen die man de vogel afschoot? In eerste instantie vond ik het niet zo leuk eigenlijk. Ik had van jou afgesproken dat er niet zo doorzitten. Maar toen was het eigenlijk wel geweldig. Ja. U heeft het wel een mooie ervaring gevonden? Zeker, zeker. Ik denk dat het iets heel unieks is om mee te mogen maken. Dat is het ook, ja. Ik zie dat u vandaag ook weer mee aan het schieten bent. Gaat u door tot het einde mee schieten of krijgen we dan een boze blik van de zijkant? Ja, want dan moet ik in de garage lopen. Als eerste namens Streekomroep Start van harte gefeliciteerd met dit mooie koningschap. Ja, dankjewel. Bij heilige dag een paar uur geleden wie voor een interview deed als voorzitter dat ik nu als koning zou staan, maar ik ben er niet minder blij om. Ik verwacht weer en samen met mijn koningin Tine een heel mooi jaar te hebben. En het is altijd mooi als als boegbeeld, wat ik straks al aangehoord als koning, van zo'n mooie vereniging voorop mag lopen. En wat vindt u ervan als koningin zijnde? Heerlijk, ik ga ervan genieten. U verwacht daar hele leuke dingen van? Ja. Ja, heel leuk. We hebben het al meegemaakt in 2009 en nu weer. Dus, U heeft al een mooie jurk klaar hangen? Nee, dat komt nog. Dankjewel voor dit interview en geniet van het feestje. Dank je. En ik wil nogmaals Streekomroep Start bedanken dat je hier aanwezig wordt. Je wordt zeer op prijs gesteld. Dankjewel.